vandaag landelijke première van de Efteling Musical Een Gigantisch Avontuur. Dat is een productie die ik 10 jaar geleden ook zelf al mee heb mogen maken. En die zijn nu te gast in het theater waar ik nu de nieuwe directeur ben. Dus ja, dit is echt heel bijzonder. Bij de Efteling heb ik inderdaad 20 jaar gewerkt. En daar heb ik de eerste 5 jaar evenementen entertainment gedaan. Daarna overgestapt naar theaterproducties. Dus daar heb ik eigenlijk alle theaterproducties van de Efteling in het Efteling Theater en de toerende producties gemaakt als uitvoerend producent. En de laatste 5 jaar op de afdeling ontwerp, artistiek inhoudelijk me bezig gehouden met al het entertainment binnen de Efteling. En dus ook gewerkt aan de musical die vandaag hier de première kent. Absoluut, ja. We hebben met Efteling Theaterproducties destijds zijn we zelf voorstellingen gaan produceren. En Sprookjesboom, omdat dat een Efteling eigen merk is, hebben we ook helemaal zelf gedaan. En daar is dit, de voorstelling die vandaag hier speelt, het tweede deel van. Ja. Oh, ik ruik heksen, komt eraan! Je hebt jarenlang gewerkt aan kindermusicals, familiemusicals. Mm-hmm. Nu als theaterdirecteur moet dat een stukje breder. Dat lijkt me ja, best ingewikkeld, want dat is nieuw. Nou, het is denk ik niet zo heel ingewikkeld. Nu zit je aan de bestuurlijke kant. Dus inderdaad programmeer je verschillende voorstellingen. En dan gaat het vooral over, heb je oog voor wat voor verschillende voorstellingen zijn dat? Wat voor publiek heb je? Wat wil je hem bieden? Dus dat is een hele andere manier van kijken dan het zelf produceren van inderdaad uitsluitend familieproducties. En als we nu volgend jaar een nieuwe programmering hebben, waaraan kunnen we nou zien dat Sandra in het Groen hier de nieuwe directrice is? Nou ja, het is wel mooi, want in deze eerste maand ben ik ook al echt met de programmering bezig voor volgend jaar samen met mijn collega Maria. En het mooie is dat we volgend jaar 50 jaar bestaan, dus we gaan wel wat extra's doen of misschien net iets naar Weert halen wat we in een normaal seizoen minder snel hier kunnen plaatsen, maar wat in het jubileumseizoen wel gaat lukken. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. En hoe is dat nou om je eigen voorstelling in je eigen theater te mogen ontvangen? Ja, dat is echt een feestje. Ik loop hier vandaag rond. Ik ken iedereen. Ik ken en de mensen van het Munttheater en ik ken de mensen van het gezelschap die vandaag hier de voorstelling staan te doen, dus van de Efteling. Dus ja, het is echt een feest. Ik loop echt wel een beetje op wolken vandaag.